Het NK Goochelen, dat wordt natuurlijk geheel in stijl geopend. Voor het totaal Nederlands kampioenschap doen er 28 mensen mee in verschillende categorieën. Net als met schaatsen hebben wij de 10.000 meter bij wijze van spreken en de 100 meter sprint. En in goochelen heb je dan bijvoorbeeld manipulaties. Je hebt kartomagie en dat soort zaken. En een van die 28 goochelaars willen wij u niet onthouden. Sander van Doren is nog maar 11 jaar. Hij doet mee onder zijn artiestennaam Hans Klik. Ja, dat is een verwijzing naar Hans Klok, ja. Ik ben een grote fan van Hans Klok en ik heb zelfs met hem in Carré gestaan. Hans Klik is overigens regerend Nederlands kampioen en hier ziet u wel waarom. Kenners zien in hem ook werkelijk de nieuwe Hans Klok. De 11-jarige wordt geroemd om zijn snelheid, gevoel voor show-element en flair. Onvoorstelbaar maar waar, de 11-jarige leerde zo goed te goochelen door naar YouTube-filmpjes van Hans Klok te kijken toen hij ziek was. En toen heb ik allemaal zelf trucjes ook opgezocht, want dat wou ik ook. En zo is het allemaal begonnen. Hans Klik wordt op de bühne bijgestaan door de al even jonge Demis. Hier duwt Klik een roos door het lichaam van zijn jonge assistente. Ja. Doet dat niet zeer? Nee, dat doet geen zeer. Hoe doet hij dat precies? Of mag je dat niet zeggen? Nou, dat mag ik niet zo klappen. Dat doen we niet met de goocheltrucs. Ah, vertel nou hoe je dat doet. Nou, hoe ik het doe? Ik doe het goed. Kampioenschappen in het Theatercentrum in Ede duren tot en met zaterdag.